Hallo, goedenavond. Hier is het Anne. En ik blijf altijd zeggen op de een of andere manier, omdat ik al jaren die orakel themakaart doe op een maandagochtend. Elke keer als ik begin met hallo, hier is de Anne met de orakel themakaart van. Maar we hebben helemaal geen orakel themakaart. En hey, jij verdient echt de titel topfan. Van hallo, daar ben ik weer. Latoya is zoals gewoonlijk weer de eerste. Leuk dat je er bent. En super, 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 super. Dus je had mijn mededeling gezien of je hebt de melding aanstaan dat ik weer live ga. Ik hoop dat er nog wat meer mensen bij komen. Dus ik zal ja, in ieder geval een tweede iemand. En wat heb je niet meer? De? Wat zei ik tegen je? Ben ik niet meer. Ha, hallo Maya. Leuk dat jij er ook bent. Zo. Maar wat heb je niet meer, Latoya? Maar wat zei ik tegen je? Dat je die niet meer hebt. Mededelingen. Ik weet niet meer wat ik zei. Maar in ieder geval, ja, en sorry dat. En misschien heb je al lang iets ingediend hoor. Maar hallo Monique. Ja, het kan best wel zijn dat je al lang iets ingediend hebt. Maar dat verschijnt heel erg laat in mijn beeldscherm. Dus misschien dat ik het hier kan zien. Maar nu moet ik wel het geluid uitzetten. Misschien dat ik hier dingen kan zien. Oh ja. Oh, dat. Je bent geen topfan meer, inderdaad. Nou, inderdaad. Ik zie het op mijn mobiel. Zie ik het eerder verschijnen, de commentaar, dan dat ik het daar zie. Je bent geen topfan meer. Hoe kan dat nou? Is iemand anders heeft jouw plaats ingenomen? Hallo, Jolanda. Ja, met jou had ik net eventjes geschreven. Dikke, dikke zwaaien naar jou. Want ik heb begrepen dat jij het eventjes een beetje moeilijk hebt en er doorheen zitten. Mensen al eventjes naar Jolanda liefde sturen, want die heeft dat nodig op dat ogenblik. Ik kan het wel gebruiken. We kunnen het allemaal gebruiken, maar Jolanda kan het vandaag zeer zeker gebruiken. Dus als jullie allemaal eventjes hartjes naar Jolanda geven, dan voelt ze zich ook weer een beetje gesteund. Nou, welkom, welkom, welkom. Dankjewel dat je er bent. En ik wilde eventjes wat delen, een aantal dingen eigenlijk delen. En goed zo, dankjewel Maya, hartstikke lief. En Latoya ook hartstikke lief. Kijk eens Jolanda, dat is voor jou. Dus dan heb je in ieder geval wat hartjes en wat lieve dingen. En hi Cynthia. Nou, wat ik wilde delen is, ik merk dat ik daar een beetje van raak op mijn keelchakra. Is iets wat ik eigenlijk nooit gedeeld heb. Dat zijn alleen zeg maar de mensen die heel dicht bij mij staan, die dat weten. Het is ook helemaal geen drama. Maar in het kader van het programma wat er gaat komen, is het belangrijk dat ik eventjes de achtergrond vertel van hoe en wat en waarom. En voor die achtergrond is er weer een achtergrond. En die achtergrond is voor degenen die mij volgen en die mij kennen. Die weten dat ik heel erg fan ben van Abraham Hicks. Abraham Hicks gaat erover dat je je richt, enkel en alleen richt op wat je wel wil. En dat je never, ever, ever, ooit, nooit, nooit, nooit hebt over dingen die onprettig zijn, die naar zijn, die verdrietig zijn, die niet leuk zijn, die vervelend zijn, whatever. Want datgene wat je aandacht geeft, dat groeit. Dus op het moment dat jij zegt, ik heb pijn in mijn grote teen. Oh, ik heb zo'n pijn in mijn grote teen. Ik heb zo'n ontzettend pijn in mijn grote teen. Dan gaat die grote teen alleen nog maar meer pijn. Als je zegt, ik ben boos. Ik ben zo boos. Ik ben zo ontzettend boos. Ik ben zo ontzettend boos. Dan word je steeds bozer. Op het moment dat je zegt van, oh, ik ben verliefd. Ik ben zo verliefd. Ik ben zo, 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 zo verliefd. Ah, dan ga je helemaal stralen en dan word je verliefd. Nog meer verliefd. Nou, Cynthia, hartstikke, hartstikke lief. Lichtkracht en liefde, zegt Cynthia, voor jou, Jolanda. Hartstikke goed. Super, dankjewel, Cynthia. En dus in het kader, daarom ja, hang ik dingen gewoon niet aan de grote klok, omdat het eerste, nou ja, waar je op richt, dat groeit. En het hoefde op dat moment van mij niet te groeien, het moest juist afnemen. En jouw speaker werkt niet mooi. Nee, dat klopt. Mijn speaker werkt niet echt helemaal super mooi. Maar ja, daar kan ik voor de rest ook weinig aan doen. Want mijn ene laptop is ingestort. Mijn andere laptop, mijn Apple kan niet werken. Mijn volgende laptop kan ik geen Facebook Live doen. En op mijn mobiel kan ik niet al te veel live doen, want ik heb geen wifi. Dus dat gaat van mijn internetabonnement af. Dus ik zit nu met
de vierde laptop. En hier zit ik aan een kabeltje vast. En dan hoop ik dat hij het nog doet. Dus ik heb heel veel apparaten in huis. Maar ik ben niet zo heel erg technisch. En de technische man is eventjes uitgeschakeld op het ogenblik. Dus ja, ik moet het eventjes doen met wat ik zelf kan. En dat is deze laptop waar ik heel erg blij mee ben. Maar dus, even terugkerend naar mijn verhaal. Dus de reden dat ik daar eigenlijk nooit over gesproken heb, is omdat, nou ja, waar je op richt, dat groeit en het moest juist afnemen. En afgezien daarvan heb ik ook een privéleven. En voor de rest hebben andere mensen daar weinig mee te maken met sommige dingen die gebeuren in het privéleven. Dus wat is, en dat is, en, maar de reden dat ik het deel is, omdat ik ook zie en omdat ik merk dat er ook aannames zijn over mij. Trek ik me daar voor de rest eigenlijk helemaal niks van aan wat andere mensen van mij denken. Maar ik vind dat ik de achtergrond moet delen voor het nieuwe programma wat er morgen aan gaat komen. Het nieuwe programma, dat zal ik nu alvast verklappen, dat gaat over overvloed. Nou, en dan ga je dus denken van, ja, maar waarom geef jij een programma over overvloed? Wat heeft dat te maken? Nou, het heeft verschillende redenen. Ten eerste vind ik overvloed hartstikke leuk. En de cursussen die ik daarin geef en de workshops, die zijn gewoon hartstikke gaaf, al zeg ik het zelf. Vorig jaar hebben wij oktober overvloed maand in het leven geroepen. Het is nu een jaar later, het is weer oktober, dus het is weer overvloed maand. En, maar de reden van waarom ik dat zo belangrijk vind en waarom ik dat zo graag deel en daar zo graag kennis mee opdoe, is omdat ik alles op het gebied van het tegenovergestelde van overvloed heb meegemaakt. Ik heb bittere armoede meegemaakt. Ik heb meegemaakt dat ik mijn rekeningen niet kon betalen. Ik heb meegemaakt dat ik zo weinig geld had dat ik geen eten kon kopen. Ik heb zo weinig geld gehad dat ik toen ik ongesteld was geen tampons kon kopen. Ik heb zo weinig geld gehad dat de deurwaarders dat we gedreigd met deurwaarders. Zo weinig geld gehad dat ik een huurachterstand heb opgelopen. En ik heb zo weinig geld gehad dat ik dus echt geen eten kon kopen. En dat ik dus met een boekje van wat vind ik langs sloot en plas of in de natuur, door de natuur liep, op zoek naar eten. En dus ik weet het. I've been there, done that, got a t-shirt. Maar ik ben er doorheen gekomen. Ik heb alles meegemaakt. En ik heb de pijn en de verdriet en de schaamte meegemaakt. En nou ja, alle emoties die daarop zitten. En ik ben daar uitgekomen. En dus, en ik wil dat verspreiden. Ik wil dat veel meer mensen het goed gaan hebben. En overvloedig gaan hebben. En fijn gaan hebben. En dus niet alleen op financieel gebied, maar ook op het gebied van plezier en geluk en energie en liefde. Want overvloed is veel meer dan alleen je rekeningen kunnen betalen. Oké, in die periode heb ik veel geleerd. Bijvoorbeeld, ik had ook geen geld. Bijvoorbeeld, ik had wel een wasmachine, maar ik had geen geld voor zeepsop. Nou ja, ik heb geleerd dat je van wilde kastanjes, dat je daar een kruisje in, dat je die opensnijdt, dat je de kastanjes in water doet. In een beker en dan heel hard gaat schudden en dan kan je sop maken. En daar heb ik de hele tijd mijn kleren mee gewassen. Dus I've been there, done that. En hi Maria. En ik weet er dus vanaf. Ik snap hoe het zit. En dus vandaar, zeg maar, vanuit die ervaring wat ik mee heb gemaakt en van alles wat ik daarna heb geleerd, een deel van die kennis wil ik heel graag overbrengen. Omdat ik weet van hoe ontzettend ellendig je kunt voelen. Hoeveel pijn je kunt hebben, hoeveel verdriet je kunt hebben. En ook hoeveel schaamte erop zit om te zeggen van, ik kan het niet. En hi Mirjam. En dat ik geholpen ben door heel veel door familie en door vrienden en door vriendinnen. En hoe ik mijn trots heb moeten inslikken wanneer er een vriendin op de stoep stond met een tas boodschappen. Dat ik me schaamde dat ik die boodschappen moest aannemen, maar dat ik zo blij was dat ik te eten had. Dus ik snap het helemaal. Nou,
En dat gezegd hebbende, en nu gaan we weer ons richten op alle goede dingen, want we zijn inmiddels weer heel veel verder. En ik heb het doorleefd, ik heb het meegemaakt en ik ben het ontstegen. Daar komt dus al mijn dingen uit voor een overvloedkundegroep en een praktijk overvloedpraktijkdag. En nou, ook dus het nieuwe overvloedprogramma. Omdat ik gewoon weet, ik weet hoe eruit te komen. Ik weet hoe het, weet je, hoe het te ontstijgen. En die kennis wil ik dus heel graag met je delen. Nou, dat gezegd hebbende, de tweede reden waarom ik nu vandaag deze avond deze live doe, is omdat morgenavond om 8 uur dat programma op mijn website live komt. Niet het programma, maar de pagina op mijn website. En waarom is dat belangrijk? Omdat ik vandaag spontaan besloten heb, ik geef vrijdagavond geef ik een dierenlotwebinar. Dat is van 7 tot 8 voor degenen die gedoneerd hebben en tegen mij hebben gezegd dat ze mee hebben gedaan. Dat ze gedoneerd hebben. Daar geef ik een dierenlotwebinar. Maar daarna geef ik een webinar, een overvloedwebinar. En dat overvloedwebinar is alleen voor de eerste 15 mensen die zich morgen opgeven. Dus ik denk van nou, ik kondig het alvast aan, dan ben je erop voorbereid. Zeg maar bij de ongetemde ziel was er iemand op vakantie. En die had zelfs haar wekker gezet, omdat ze in een andere tijd stonden. Ze had op haar als eerste bij te zijn. En ze was de allereerste. En dat heeft ook zijn voordelen, want zij gaat nog een zielenchanneling van mij krijgen. Maar zeg maar, de eerste 15 die gaan meedoen op vrijdagavond met dat speciale webinar. Dat webinar dat gaat voor de rest niet gedeeld worden met de mensen die nummer 16, 17, 18, 19 zijn. Alleen maar de eerste 15. Misschien als ik me heel erg overdoen voel, strijk ik met mijn hand over het hart en denk ik, oh, misschien wel de eerste 20 mensen. Maar laat het even bij de eerste 15 mensen houden. Want ik moet die mensen ook nog kunnen inschrijven. En van die eerste 15 krijgen de eerste 5, die krijgen van mij een persoonlijke reading. Een overvloedreading, tenminste een kaart. En dan pak ik denk ik de orakelkaartenset van Doreen Virtue met Abundance. Dus vandaar dat het zo belangrijk is. En het derde punt waarom het zo belangrijk is dat ik dit nu zeg, is omdat in die groep, want alles gaat in de groep van overvloed, overvloed, overvloed. En dan nog een beetje, daar komt het hele programma in. Is dat ik wil dat je, omdat het beter werkt, met Buddy gaat werken. En het kan zijn dat je de groep instroomt en dat je dan roept, hallo, ik ken hier niemand, ik ben alleen, wie wil met mij een buddy zijn? En dan ga je een overvloed buddy creëren. En dat betekent, dat is volgens het Engels gezegd, een accountability partner. Dat betekent dat je in de groep iemand zoekt met wie je, die wanneer je er even doorheen zit, dat je bijvoorbeeld via Messenger, of als je elkaar goed kent, via WhatsApp gaat zeggen, hey, heb jij die opdracht al gedaan? Hey, heb jij die healing al gedaan? Hoe sta jij ervoor? Hoe ben jij met het overvloed? Heb jij je doel bereikt? En ik weet dat dat zo ontzettend goed werkt, omdat ik bij een coach heb ik in een groep gezeten. En het eerste wat de coach zei toen ik in de groep kwam, zoek een business buddy. Dat was een heel ander soort groep. Dat was geen overvloedgroep, dat was een zakelijke groep. En dat werd gezegd, zoek een business buddy. Die coach is gestopt met die groep. Die groep is opgeheven. Maar ik heb nog steeds de business buddy. En bijna elke. En ze bleek ook nog hier in het Gooi te wonen. En we komen bijna elke week bij elkaar. Op bij La Place. Of bij de groene afslag. Of waar dan ook. En we hebben er ontzettend veel aan. Om te sparren op het gebied van business. En elkaar te stimuleren. En als zij dan eventjes niet zitten. Dus ze denken, nou, kijk de stekker eruit. Zeg, nee joh, je moet dat en dan en dat doen. En als ik even denk van, zegt ze, nee, je moet dat en dat en dat doen. En dat is ook wat ik gun. Want wanneer je het samen doet, dan groei je veel sneller en veel meer en veel harder en veel beter. Dus vandaar dat ik nu even met de live kom, zodat je de achtergrond van het verhaal weet. Dat je er geestelijk op kunt voorbereiden dat als je mee wilt doen, dat je er morgen als de kippen bij moet zijn. Ik heb niet zo iets als boekkorting. Het gaat maar, echt niet voor je om. Het gaat maar €44 kosten voor een programma van 21 dagen. €44 voor 21 dagen. Dus er zit geen boekkorting op, maar het gaat om de bonus. Dus als je als eerste erbij wil zijn,
dan zul je morgen om 8 uur meteen op de link moeten klikken. Morgenavond om 8 uur meteen op de link moeten klikken. Zodat je vrijdagavond als een van de eerste 15 bij het webinar kan zijn. Dus dat wilde ik delen. En omdat je dan misschien van tevoren aan een vriendin kunt vragen. Oh, zorg dat je er ook bij bent. En zullen we dit samen doen? En hoe zou het zijn om, nou ja, onze schulden te ontstijgen? Ik hoop dat iedereen schuldenvrij is overigens. Want het is echt een diepe ellende wanneer je daarin in zit. Maar dat je er samen aan kunt werken. Want het werkt zo ontzettend fijn. En zo prettig wanneer je een vriendin hebt. Een buddy hebt. En dat je samen kunt sparren en kunt zeggen van, oh, heb je die opdracht al gedaan? Nou, wat vond jij van die opdracht? Oh, wat was het moeilijk? Of nou, ik was zo ontzettend makkelijk die opdracht. Dus dat is wat ik eventjes met je wilde delen. En ja, nou ja, dat is eigenlijk een beetje zo mijn achtergrond, mijn verhaal. En dit is de eerste keer dat ik mijn minder overvloedige verhaal gedeeld heb met mensen die niet mijn vrienden zijn. Mijn vrienden weten dit natuurlijk. En mijn familie. En het voelt me echt zo alsof ik oplucht. Weet je, het is ook geen leuk verhaal. Het enige leuke is dat ik er heel veel van geleerd heb. En dat ik ontstegen ben. Maar erin zitten in een situatie waarin je 0% te eten hebt, dat is heel vervelend. En nou ja, ik heb er natuurlijk wel een kleine tik aan overgehouden. Ik heb er een tik aan overgehouden dat ik nu 365 vierkante meter volkstuin heb. Omdat ik heb zo'n honger gehad dat ik dacht van, nou, dit overkomt me nooit meer in mijn leven. Ik ga ervoor zorgen dat wat er ook gebeurt, dat ik altijd te eten zal hebben. Dus dat is ook de reden waarom ik gek ben op koken en bakken en inmaken en pikkelen en jams maken en chutneys maken en whatever. Omdat ik gewoon altijd voorraad wil hebben van alles, zeg maar. Dus dat is een beetje zo de reden. En Maya zegt ik ben morgenavond aan het werk om 20 uur, maar wil wel graag meedoen. Dan, weet je wat? Ik heb die link heb ik nog niet online staan op mijn website. Maar als jij zegt van nou, ik doe mee. En jij stuurt me zo eventjes een messenger berichtje dat je mee wil doen. Dan kan ik jou een tikje sturen. En als je dat voldoet, ben je sowieso de eerste of tweede die meedoet. En ik heb eigenlijk alles gezegd wat er op die pagina komt te staan morgenavond. En er staan nog 2 extra bonus op die ik niet verteld heb, maar die zie je dan nog wel. Dus Maya, als jij zegt van nou, ik ben de eerste, stuur me dan een messenger berichtje. En dan stuur ik jou een tikkie en dan ben je gewoon de eerste. Dat is gewoon heel simpel. Dat ben ik dan ook alweer makkelijk in. Want ik probeer het dan een beetje, weet je, eerlijk te doen. Ik heb het ook bijvoorbeeld een keer 's ochtends gedaan. Maar ik dacht van, nou weet je, dan zet ik het om 8 uur online. Maar dan zitten er weer andere mensen op het werk. Maar ik weet wat jij voor werk doet. Dus dan snap ik dat jij vanavond s'avonds weer om 8 uur werkt. Dus nou, probeer ik het op deze manier een beetje eerlijk op te lossen. Zijn er vragen? Zijn er opmerkingen? Wil je iets delen? Wil je... Oké, Anneke wil ook een tikkie hebben. Nou, dat is goed. Anneke, krijg jij ook een tikkie. Dan krijgt Maya het eerste tikkie. En Carol. You can read Dutch, but you're too slow with Dutch in listening. Well, that is not a problem, my dear. Because I talk very, 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 very fast. So, if you can't understand me, it's completely understandable. Because I speak, I don't know, like 13 words in a dozen, we call it. Which is badly translated from Dutch to English, but you get what I mean. Because I speak very, 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 very fast. So that is nothing bad on your part. It's all bad part on me because I talk way too fast. Dat was eventjes speciaal voor Kettle die je in had gekiept dat ze moeite heeft met een Nederlands verstaan. Latoya wil ook een tikje. Nou, dat is goed. Latoya, krijg jij ook een tikje. Ja, dus toch goed dat je hebt gekeken. Er zijn een aantal mensen die nu op met een zus aan de telefoon zitten. Op te werken hebben en die zal ik via Messenger zometeen de replay van deze ding sturen. Dus
Als jij deze link krijgt via Messenger, dan zwaai ik eventjes naar je. Dankjewel dat ik deze link zo meteen via Messenger naar je toestuur. En ja, dat is het eigenlijk. Dus ik heb heel veel gezegd in een hele korte tijd. En ik hoop dat je meedoet. En ik hoop dat je een buddy vindt. Of dat je... waar komt de link te staan? De link komt in de light groep te staan. En de link komt op deze pagina te staan. En ik zal een evenement aanmaken. En daar komt ook de link te staan. En dus genoeg plekken. De passievol rustgroep. Link natuurlijk op mijn website. Link hier op deze pagina. En misschien ook wel op een persoonlijke profiel, dat ik het overal eventjes deel. En dan kun je het ongetwijfeld ergens vinden. Ik ben een schokje bij hoor, mensen. Ik heb zo snel gesproken dat ik me haast. Zo. Ja, oké. Nou, super. Is er nog iets anders wat we willen meten? Jij wil ook een tikje zitten. Ja, oké. Nou, dan moet ik dat ook even onthouden. Nou ja, de video zal zo geplaatst worden. En zit jij er ook een hartstikke leuk. En nou, ik weet al, dus ik weet niet met wie Anneke gaat samenwerken. En Natoya en Maya en Cynthia. Dus, maar dat zijn allemaal dames die elkaar kennen. Dus ik wil het niet voor jullie invullen. Maar misschien hebben jullie al buddies in je hoofd met wie je wil samenwerken. Je mag ook een buddy met drie mensen doen. Of zelf een groepje aanmaken. Of Messenger met vier mensen. Dat maakt me allemaal niet uit. Maar het gaat erom dat je straks echt een spanningspartner hebt. En dat je echt tegen elkaar kunt zeggen van nou, hoe zit het en doe het nou. En ja, ik weet dat je tegen die opdracht aan zit te hikken, maar het komt helemaal goed. Oh ja, en het laatste natuurlijk. En en dat zijn deze dames toevallig, die zijn het al gewend. Want die hebben straalend open hart gedaan. En we zitten nu in de ongetemde ziel. Is dat het dus echt helemaal lesgeven wordt in de stijl waarmee ik een paar weken geleden ben begonnen. Je komt in een besloten Facebook groep. En daar komt alles in te staan. En dat kan zijn een Facebook video live. Een Facebook audio live. Ik kan een webinar geven. Het kan zijn dat ik een opdracht plaats. Het kan zijn dat ik je... Nou, misschien dat ik je ineens via Messenger een appje stuur. Van hallo, denk je daaraan. Waar het om gaat, is dat ik in die 21 dagen alles ga downloaden op het gebied van overvloed. Ik ben heel goed in downloaden, ik ben heel goed in channelen en in doorgeven. En dat dump ik, bij wijze van spreken, allemaal in die groep. En dan krijg je een overvloed van informatie en een overvloed van dingen. En die ga je rustig op je eigen tempo en op je eigen manier verwerken en integreren. Dus er zijn mensen die al twee programma's achterlopen bij mij. Helemaal goed, want je groeit namelijk op je eigen manier. Weet je, met je eigen hart, met je eigen ziel, met je eigen overvloed. En het is alleen, voor mij is het zo van, oh, er komt iets door en ik moet het kwijt. Er komt iets door en ik wil het delen. Er komt iets door en ik zet het in de groep. En dan is het aan jou om gewoon, misschien heb je een keer een week vakantie, dat je het dan in één keer doet. Misschien doe je elke dag wat. Misschien voel je een paar dagen niet lekker of heb je een paar dagen druk. Dat is zo fijn dat het in een groep staat en dat het in die groep blijft staan. Dan kan je tot in de nou, bij wijze van spreken, nou ja, zolang Facebook blijft bestaan, kun je... Ach, Cynthia roept al gelijk meteen, wie wil mijn buddy zijn? En buddy is geregeld. En Latoya, oh, heb jij trouwens gedaan? Was jij degene die die donatie heeft gemaakt? Doe ik jou even een berichtje sturen voor Messenger? Want ik krijg dan, dat ik, dan zie ik ineens dat er een bedrag gedoneerd is. Zeg maar, oké, dit is heel gek. Ik heb dus een dierenlot, een goede doelding aangemaakt in de light groep. Op het moment dat iemand in een besloten groep doneert, dan zie ik Pietje Puk heeft gedoneerd. Maar ik heb ook die link voor die donatie van dierenlot op mijn fanpagina, dus mijn bedrijfspagina, geplaatst. En als dan iemand doneert, dan zie ik dus niet wie dat gedoneerd heeft. Want dan kan het één van de 5000 mensen zijn. En dat geeft Facebook niet aan. Dus dat is een beetje gek. En vandaar dat ik altijd zeg van... dat was ik. Oké, nou ja, dan weet ik... Ik wist dat dus ook niet. Maar dan weten we dat dus. Dat wanneer een donatie plaatsvindt in de besloten groep, dan zie ik wie dat is. Want dan staat er de naam bij van die persoon heeft gedoneerd. En wanneer iemand doneert...
op een openbare pagina, dan uit privacyoverwegingen wordt er dus niet geshowt wie gedoneerd heeft. Dus heel goed dat jij het nu zegt. Dus daar zal ik even rekening mee houden. Dan zal ik jou zo aanmelden voor het webinar voor vrijdag. Nou, en Anneke zegt, Cynthia, jij samen met Latoya en mij. Ja, dat is een leuk clubje, want jullie kennen elkaar. Jullie zijn elkaar al in verschillende settings tegengekomen. Zie je, dat wordt nu eventjes op een woensdagavond geregeld. En ja, Latoya, Cynthia en Anneke zijn ook goed buddies. Nou, maak gewoon eventjes lekker je eigen messenger groepje aan met jullie drieën. En dan kunnen jullie lekker gaan sparren. Misschien kunnen jullie ook nieuws uitwisselen. Misschien hebben jullie persoonlijk wel van, oh, ik heb dit boek, ik heb dat boek, heb je dit boek al gelezen? Weet je, en zo gaat het werken. Want dan ben je, oh trouwens, dat heb ik nog helemaal niet gezegd. We beginnen dus volgende week dinsdagavond. Dus hou volgende week dinsdagavond om 8 uur vrij. Want dan is de kick-off van dit nieuwe programma. Ja? Dus oké, okay. Volgens mij hebben we nu alles gezegd. En ja, Latoya, ja graag. Nou, regel het lekker onderling. Dan ga ik ook eventjes mijn dingetjes doen. Ik ga iedereen eventjes die om een tikkie gevraagd heeft, om een tikkie sturen. En Charlotte zegt zie, z-i, zize. Ik weet niet wat zize is, maar Charlotte, zit terug. En ja, ik ga de dames een tikkie sturen. En ik ga Latoya toevoegen aan het video. Nou, volgens mij hebben we dan alle mededelingen van de avond gehad. En dan... de overvloedgroep verdwijnt niet. Nee, want het is gewoon een overvloedgroep. Daar zit je in en daar blijf je in zitten tot met... wanneer je wilt. Totdat je er zelf uitstapt, zeg maar. Maar ik weet wat jouw volgende vraag gaat zijn. Nee, deze cursus wordt niet toegevoegd aan de overvloedgroep. Dit is een aparte cursus, want dit is een aparte manier van lesgeven, aparte stijl van lesgeven. En de overvloedgroep, dat is anders. Maar ik weet waar jouw vraag heen gaat, dus ik hoop dat ik die met deze beantwoord heb zonder thee. Soms is mijn Nederlands niet goed. Dus, al dus, dat was hem. Ik zou zeggen, ga je voordeel mee doen. En... dan zie ik een aantal van jullie zie ik hopelijk op vrijdag. Of ik hoop een groot deel van jullie op vrijdag zien. En dan doe ik het weer. Ja? Doei doei!